Hij komt, die lieve goede Sint. Ja, eindelijk is het weer zover. De goedheilige man is terug in het land. Opnieuw staan heel wat kinderen hem hierop te wachten, samen met de ouders, grootouders. En jawel, ook de zwarte pieten zijn erbij. Jullie zien er zo mooi uit. Ik denk dat ik al weet op wie jullie staan te wachten. Ja, de Sint. Bereiden jullie thuis de komst van Sinterklaas en Zwarte Piet ook voor? En hoe doen jullie dat? We maken een Sint-ijsje, een tekening. En dan zetten we een schoen met een wortel, een glaasje water en suikerklontjes. Oh, heel veel voorbereiding dus voor de komst van Sinterklaas en Zwarte Piet. Oh, ik hoor de pieten, denk ik. Spannend! Je hebt zo'n mooie muts aan. Het lijkt me een Zwarte Pietmuts. Dat is ook een Zwarte Pietmuts. Weet jij eigenlijk waarom Zwarte Piet zwart is? Wat hij een schoorsteen krijgt. Zeg, ga je veel snoep krijgen straks? Wat is jouw lekkerste snoep? Lange veters. Denk jij dat er stoute kinderen zijn geweest? Ik denk het niet. Nee? Ben jij altijd braaf geweest? Soms een beetje stout en soms ook flink. Heb je al een brief geschreven naar Sinterklaas? Nog niet. Nog niet? En wat zal je allemaal in die brief schrijven? Dat ik veel cadeautjes wil. Dag. Dag, lieve kinderen. Zwarte Piet en ik zijn heel blij dat we weer in het land zijn. Het doet ons veel plezier dat jullie ons zo hartelijk ontvangen en dat jullie weer met zoveel zijn om ons te begroeten. Heb jij een favoriet Sinterklaasliedje? Ziegens komt de stoomboot. Ziegens komt de